Terwijl het openbare debat zich in alle openheid, heftigheid en vrijheid voltrekt, heeft mijn regering sinds 16 juli 2020 onvermoeibaar dag en nacht doorgewerkt om de financieel-economische situatie in kaart te brengen en een strategie uit te stippelen om uit de crisis te komen. Meneer voorzitter, landgenoten, dat pad is niet makkelijk en dat pad is vol obstakels. En ik sta hier vandaag om u te zeggen dat we dat pad met succes zullen afleggen. Het volk van Suriname is een veerkrachtig volk. We hebben meerdere donkere dagen meegemaakt, maar wees u gerust, we komen uit deze crisis en het komt weer goed. Dat beloof ik u. We zullen, meneer de voorzitter, niet rusten voor we onze huishouding op orde hebben. De tekorten hebben weggewerkt, investeerders hebben aangetrokken, nieuwe werkgelegenheid hebben gecreëerd en onze kinderen weer veilig zijn en het beste onderwijs genieten die ons land kan geven. We zullen niet rusten voor er voldoende bouwgronden zijn voor onze jonge gezinnen en de inkomsten uit onze natuurlijke hulpbronnen weer op een eerlijke en rechtvaardige manier naar het volk gaan. We zullen niet rusten totdat de waarheid van corruptie van de afgelopen jaren onderzocht en berecht is. Meneer de voorzitter, we zullen niet rusten voor we de COVID-19-pandemie onder controle hebben. Dat, meneer de voorzitter, landgenoten, is de inzet van deze president en deze regering Santokki Brunswijk. We hebben een sterk, professioneel en toegewijd team van ministers die dag en nacht werken in het Surinaams belang. Ik zei het al bij een verkiezing in dit huis. Woemu city kondreboom. Dat hebben we beloofd en dat gaan we ook doen. De regering is nog geen 3 maanden aan het werk. En in die korte tijd, meneer voorzitter, in die korte tijd dat mijn ministersploeg en hun teams dag en nacht hebben gewerkt, daar ben ik trots op wat er is bereikt. De weg voor ons is nog hobbelig. En onze opponenten hebben vanaf het begin duidelijk gemaakt dat ze het ons moeilijk zullen maken, alle mooie woorden van constructieve oppositie ten spijt. Ze hebben onszelf een long, hot summer beloofd. En ja, het is buiten inderdaad heet, maar meneer de voorzitter, wij houden ons hoofd koel en gaan door met het beleid op het ingezette traject. En vandaag durf ik het te zeggen, dat ons land beter voor staat dan 3 maanden geleden. Ja, meneer de voorzitter, ondanks alle kritiek, ondanks alle moeilijke beslissingen, ondanks alle pijnlijke maatregelen durf ik dat te zeggen. Ik wijs op de effectieve wijze waarop op alle ministeries een stop is gezet aan geldverspilling. Kopstukken in het grootste corruptieschandaal bij onze centrale bank en postbaarbank zijn opgesloten, wachten op berechting of worden binnenkort opgehaald. Corruptief uitgegeven gronden of verkavelingen zoals die van Cultuurtuin zijn stopgezet of teruggedraaid. Er vindt opschoning plaats van spookambtenaren op ministeries. Onrechtmatig gebruik van auto's. Daar is al een halt toegeroepen. Meneer voorzitter, dat zijn allemaal zaken die onderbelicht zijn door de financiële crisis. Maar ze zijn van groot belang, willen we weer recht en orde terugbrengen in ons land. We hebben salarissen, lonen en essentiële diensten op tijd kunnen betalen. Niet omdat er veel geld is. En ik benadruk dit. Niet omdat er veel geld is, maar simpelweg omdat we prudent beleid voeren. Verantwoord omgaan met de schaarste beschikbare middelen. En ik kan u verzekeren, gelden gaan naar die doelen waarvoor ze bedoeld zijn, meneer de voorzitter. Ze komen niet terecht in zakken van individuen die daar geen recht op hebben. Daarom staan we er beter voor dan 3 maanden geleden, meneer de voorzitter. Omdat we een plan hebben. We hebben een plan dat ons uit de crisis zal halen. We weten dat er licht is aan het einde van deze tunnel.
Meneer voorzitter, ik heb het niet beloofd dat het makkelijk zou zijn. Maar ik beloof u dat we deze moeilijke klus samen tot een goed einde zullen brengen. Voor volk en vaderland, voor onze kinderen en kleinkinderen. God zij met u, Suriname. God bless you. Dank u wel.